de aanvoerders. Dit is de winnaar van de Benelux Tour van 3 jaar terug. Jij ziet ze, Andries. Ja, ik zie ze inderdaad, dames en heren. Twee ronden, de Tour encore, Tour Legs to go. Hier bij deze man onder de aanvoering van de nummer 3 en 5. De wedstrijd die hier op dit moment op 1 minuut 30 voorbij komt. 1 minuut 25 om precies te zijn. Waren nummer 3 en 4 en de discipline ook is. Pedersen zie ik daar volgens mij vooraan zitten. Die wordt gelanceerd. Mike Teunissen gaat zich ertussen gooien. Komt voor een chaotische sprint al. Heeft de kampenatie proberen aan te trekken, maar dat gaat niet. En hier komt Gaviria dan nog overheen. Alvaro was in hot. Of komt de manier eruit? Gaat Marlier hier dan de eerste overheen pakken? Gaat hij er nog één hier? Hierbij onze wielerkenner met zijn verdiende pilsje, het Friese koud kletsje. Is het lekker, Erik? Proef maar eens. Gezondheid! Gezondheid, dankjewel. Goedendag, nu staan we weer in Dokkum, nu met geluid. Dit is het keerpunt van de LSD-tocht. We hebben net weer een pilsje gedronken en een paar bitterballetjes genuttigd. Dit is het pittoreske Dokkum waar we genoten hebben. Daarachter zien jullie nog gedeelte waar ze echt gaan draaien om het piertje heen. Dan komen ze terug. Maar zoals jullie zien, een leuk plaatje Dokkum. Goed om een keer terug te komen. We hebben net op dat schip hebben we net een paar pilsjes genuttigd. Dus we gaan nu ons opmaken naar terug naar Ezelstad te gaan. En dan zien we ons daar weer.